man. En zo'n klein radiostationnetje. Ja, dit is dus 538. Die hebben dus net een nieuw pand. Pandje, net een nieuw bandje. Maar ik wil wel even zien, hebben ze toch eigenlijk helemaal niet nodig, toch? Nou ja, je weet niet, misschien lopen er zulke mensen rond, of reuzen of zo. Nou, volgens mij staat de helft leeg. Hallo. Hallo. Hallo, BM Geluidshinderwet. Wij doen graag even een inspectie. In het pand, wegens geluidsoverlast van de buren. Geluidsoverlast? Ja, geluidsoverlast, ja. Ja, maar dat is goed. Ja. Dit zijn rustige afdelingen. Ja? Dit? Dit kan het ook niet zijn. Kan niet. Geluidshinderinspectie, BM. Kan die muziek even wat zachter? Is hij er genoeg? Wie ben jij? Ik ben Bas. Nou, wij doen productie. Gewoon en zeg maar een beetje een sloofje van de disc. Maar ja, het betaalt, bedoel, hè, dan doe je toch alles? Ja. Hé, waar zit die discjockey eigenlijk? Want we willen even... Ja, maar daar mag je niet naartoe. Respecteer. Daar mogen we niet naartoe? Nee, dat is uitzending niet. Oké, doeg. Niet doen, hè? Nee. Oké. Met sportje weg. Hey. Hoi. Hallo. Middag. Hebben jullie last van hiernaast, dat hok? Van hiernaast? Ja, van die twee jongens. Twee jongens. Die hebben die muziek heel hard staan. Nee. Als het gebeurt, dan blazen we gewoon terug. Hier komt het grote geld binnen. Oh, waar is het klaar? Oh, jullie zijn belangrijk. Wij zijn heel belangrijk. Daar zitten jullie op. Wij zorgen dus dat hier alle commercial zendtijd ingepland wordt en dat het uiteindelijk ook op de radio terecht. Oh, jullie plannen het een beetje zo. Plannen, sorry, al die leuke telefoontjes van mensen. Heb je wel eens klachten gehad? Nee. Nooit. Nee, over onze commercial? Nou, ja, te goed. De radio. Leuk, leuk is die, hè? Waar is de kamer van de directeur? Die is hier. Is dat de grootste kamer ook? Redelijk groot, ja. Ja hoor, je ziet het meteen, hè? Zo. Jezus man, ben je rijk of zo? Nee, dat valt wel mee. Kopje koffie, lekker. Ja. U bent de directeur? Ja, dat zeggen ze. Maar hoe noem je jezelf dan? Oh. Hoe ik mezelf noem? Ja? Ja, directeur ben ik officieel. Erictator. Ja, wordt ook wel eens gezegd, ja, natuurlijk. Maar dat is altijd een probleempje in de baas, natuurlijk. Hè. Waarom heb je nou zo'n groot pand? Ik bedoel, het is toch maar een radiostation? Ja, dat lijkt zo natuurlijk, maar die studio inderdaad, daar heb je niet zoveel ruimte nodig. Maar je hebt er ook al dingen eromheen, reclame, hè, want daar moeten wij leven uitsluiten van de reclame. En ja, wat loopt er nog wat meer ondersteunende diensten rond? Ja, even doen we het door een geluidsinspectie. Want wat? De buren die hebben klachten. Want hoe gaat het nou met 538? Nou, het gaat niet slecht. Vanaf 1 januari dan krijgen we heel druk. Dan zitten we op 101.2. En we hebben nog een frequentie in Den Haag, Rotterdam. We hebben in Friesland een aparte frequentie. Groningen zullen eindelijk te horen zijn op 89.0. En in de omgeving van Zwolle. Wow. Dus dat wordt wat groter. Maar daar zit toch dat hokje waar ze zitten dan live in de uitzending? Dus alles is live in de radio-uitzending. Ja. Leuk zeg. Kunnen we even luisteren in het hok? Nee, de studio dat is echt, dat is iets, dat beschermen we. Dat is het heilige, de heilige, het hart van het radiostation. Dat is verboden terrein. Ja. Hey, bedankt meneer De Zwart. Ja, bedankt. Tot ziens. We vinden het wel hoor. Niet in de studio hè? Nee. Zullen we naar de studio? Ja, we gaan naar de studio. Hallo! Hi! Er komen twee vrouwen binnen. Ja. Nee. Hallo. Hoi. Hi. Hallo. Hey, waarom praat je eigenlijk altijd zo? Hallo met Michael. Waarom niet? Oh, ja. Waarom praten alle DJ's zo? Oké. Ik kom dat dan. Ik vroeg je wat hoor. Ja, schat, ik ben antwoord aan het bedenken. Wij praten nooit zo. Nou, we komen even om de geluidsinspectie. Roep maar wat. Baby, I love your way. Oh, dat is mooi. Van Big Mountain. Wat praten jullie nou zo? Jullie praten ook altijd zelf van... Ja, nee, ik doe het. En hier komt Baby, I love your way. Big Mountain! Ja? Nou, wij proberen hem al een week kapot te maken, dus als het jullie lukt, dan zijn we er alleen maar blij mee. Maar dat was dus het allerhardst. Dat was het allerhardst. Dat is toch niet hard? Ja, dat valt eigenlijk best wel mee. Het is heel erg zacht. Ja. Ja, als je buiten gaat staan, dan hoor je het zelfs niet meer. Ik hoor
kan het wel hoor. Ja. Hey, doe het open! Hey, maar als we nou nu even een nieuw spotje gaan maken, dan komen we het gas even brengen. Ja. Ga maar lekker naar beneden. Ja. Ga maar naar beneden. Bas gaat even met jullie mee het hok in. Hallo. Hoi. Gaan we promo maken? Dat kan. Wie ben jij? Patrick. Hoi Patrick. Hoi. Hier in de avond. Promo Patrick. Promo Patrick. Oh, dat kunnen we hier doen? Ja. Dezelfde spotjes voor 538 worden hier ook gemaakt. Ja. En jingles en promo's en commercials. Hé, maar als we dus een paar van die zinnen gaan maken daar, dan kan jij ze zo tegen elkaar aanplakken of leuk maken. Ja? Ja? Ga maar het hok in. Nou, dan doen we dat maar eventjes. Hey, welkom bij 538. Je luistert naar Mikey Mike. Iets minder gemaakt. Gewoon iets meer jezelf zijn. Wat ben jij dat gemaakt, Jim? Je luistert naar Mikey Mike. Ja. Jullie weten je tekst niet meer, hè? Nee. Dit is Tatum, Dennis gaat even kakken. Lekker is die Michael Pilacci, hè? Ja, en die kan het bovendien veel beter dan jij. Michael Pichaslik, zei dat nou? Nou ja, je luistert naar 538. Met Mikey Mike. Doeg! Top! Ja, was hij goed? Helemaal goed. Wat ga je nu doen met onze stemmen? Ik ga de goede stukjes opzoeken. Die kan ik gebruiken voor de sport. Nou, best brutaal. Ja, haal je brutaal. Hoe noem je dat dan, wat je doet? Hoe heet dit? Technicus. Technicus? Montage man. Ja, dit. En alleen maar dit de hele tijd, hè? Ja, alleen maar dit de hele tijd. Waar kijk je dan naar? Kijk je naar de secondes boven? Naar het beeldscherm, naar de balkjes. Ja. De groene balkjes, daar ben ik nu mee bezig. Hey, Jen. Ja. Wat vind je eigenlijk van die Mikey Mike? Hey, Mikey Mike! Ik had de doorpak van 0536-2825. Daar zijn we weer. Hey, maar krijgen jullie altijd zoveel faks of is het gewoon nu om het wij er alleen te zijn? Nee, zeg, omdat jullie er zijn. Ja? Forever brutale meiden. En waarom heet je eigenlijk Mikey Mike? Want jij toch gewoon Michael of zoiets met een hele gekke achternaam. Ja, daarom, hè? Omdat het te moeilijk is. Ja? Ja. En toen dacht je, het wordt gewoon Mikey Mike. Ja. Mickey Mouse. Ja. Jullie hebben een sportje gemaakt, is het gelukt? Ja, speciaal voor jou. Ah, is die erg mooi. We gaan nu even luisteren in première op de radio. Hey, Jen. Ja, wat vind je eigenlijk van die Mikey Mike? Wat dan? Nou, brutaal? Nou, nee. Ik kan nog wel wat leren. Nou ja, je luistert naar 538 met Mikey Mike.